Weet je wat ik iedereen zou afraden? Is om met je hoofd tegen de achterklep van je auto op te lopen. Dan krijg je deze shit. Los van dat het pijn doet, weet je, het ziet er gewoon niet uit. Blijf overeind en trotseer de storm en regen. En we zijn weer heel huids terug in Nederland. En ik wil even terugkomen op de vlog van vorige week, of eigenlijk op alle reacties daarop. Heel veel mensen uiten hele lieve reacties op het feit dat we die fotoshoot hebben gehouden met Kiki. Een paar van die foto's zijn te zien op onze Instagram accounts. Maar niet alleen dat viel me op qua reacties op de vlog van vorige week. Heel veel mensen willen dat Jeroen van Koningsbrugge gaat vloggen. En daar heb ik een beetje mijn best voor gedaan. Maar daarover later meer. Can't nobody get up in my car today. Op deze druilerige dag is er heugelijk nieuws te melden. Want mijn spat mag eraf. Handjes aan het stuur. Paint dripping like I'm whipping marmalade. Je hebt aardig je best gedaan. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we eens een foto maken? Kijken ja, hoe eruit graag. Ziet. Ja, graag. Mag je naar Poli 17? Dit is de foto van vandaag. Ja. Dit is de eerste foto. Hier zie je nog heel duidelijk de breuk. Dus door je knie genomen, zeg maar. Hier zit de breuk. He, dus ook in de, hier zie je ook de lengte van de breuk. Mm-hmm. Nou, hier zie je hem amper meer. Ik heb dus iets te vroeg gejuicht. De spalk mag er niet helemaal af. Binnenshuis mag hij af. Buitenshuis moet hij voor de zekerheid toch nog even omblijven. Maar goed, hier ben ik al heel blij mee. Nu op naar de fysio. En dat is hier. We moeten die spieren aardig rustig oprekken, dus ik krijg van mij een oefening weer. Die moet je wel echt doen. Dit kan je gewoon op de rand van het bed doen. En laat hem eerst maar gewoon even hangen zo. Want die oefening, dat gaat me lukken. Dit gaat lukken, hè? Had ik eigenlijk al gezegd dat vandaag het album uit is? Wauw, ga ik daar nu helemaal aan voorbij? Ter info, het album is dus uit. Check hem. En naar aanleiding van dat gebeuren hebben wij nu een interview met De Telegraaf. En nu meteen na dit interview is het tijd voor repetitie. Dat doen we in Purmerend, dat doen we bij Dribbel. Dat is al sinds jaar en dag onze... Wauw, wat is het, een donker beeld. Dat is al sinds jaar en dag ons vaste geluidsbureau. Ze zijn verhuisd. Ik ben heel benieuwd naar een nieuwe locatie. In de repetitie staan in het teken van de theatershow. We gaan de hele week eigenlijk repeteren. Want we willen die show natuurlijk zo goed mogelijk neerzetten. Ik heb er zin in! Liever eentje te veel dan nooit beleefd. Ik zal ze goed bewaren. Krijg ze zo klaar voor als een van onze. Goedemorgen. Voordat deze drukke dag begint, eerst even een stukje trainen voor mijn knie. En daarna de dag zelf. Die bestaat uit eerst een meeting met Talpa over nieuwe tv-programma's. Altijd leuk. Dan een soort introfilm opnemen in Hoorn in het theater. Dan wederom een repetitie bij Trippel voor diezelfde theatershow. En aansluitend nog een fotoshoot voor De Telegraaf. Best een vol dagje. Het regent buiten, maar ik pak de fiets. Mijn hoofd moet leeg en ik wil even niets om aan te denken. Behalve waar ik aan moet denken. Ik twijfel. Op naar Hoorn voor een introfilm van onze theatershow. Elke keer super veel zin in. Ik kom niet verder, maar verder dan hallo, ik me zou wensen. Je maakt me leeg en vult me aan. Ik bedenk me net dat wat wij hier aan het doen zijn eigenlijk nog redelijk geheim is. Ik kan er daarom niet al te veel over kwijt. Het is geheim omdat het onderdeel gaat uitmaken van onze theatershow. Die start op 10 oktober. Daarover gesproken, er zijn nog kaarten. Het gaat hard. Mensen, bestel toch, want anders ben je er niet bij en mis je de boel. In de link in de omschrijving staat al die info, dus check dat. Minder van steeds meer. Die opname zit er alweer op. Het was een bliksembezoekje weer. En wat gaan we doen, Nick? We gaan nu naar Purmerend om te repeteren voor diezelfde theatertour. Weet je wat ik iedereen zou afraden? Is om met je hoofd tegen de achterklep van je auto op te lopen.
krijgen deze shit. Los van dat het pijn doet, weet je, het ziet er gewoon niet uit. Mijn hoofd en hart zijn het oneens. Jij bent mijn hoop, jij bent mijn vrees. Het slechte nieuws dat ik graag lees. Jij bent een levenslessen waar ik nooit van leer. Jij bent de angst die ik bewaar. Jij bent waarom verlang ik naar. Tot vrijdag! Voor vrijdag bedoel ik? Dat was de repetitie voor vandaag. En we gaan door naar de mooie haven van Amsterdam. Amsterdam, wauw. De mooie haven van Volendam. Omdat we een fotoshoot hebben voor het artikel van de Telegraaf. Waar wij vanochtend, denk ik, of was dat gisteren? Ik weet niet meer. Een interview voor hadden. Gisteren. Wervelende leven, het schiet aan mij voorbij. En soms wil ik voor even teruggaan in de tijd. Maar ik zeg laat het gaan. En dit is eigenlijk nog maar het begin van alle promo die we gaan maken rondom het nieuwe album. Het album nogmaals vandaag uitgekomen. Check alsjeblieft datgene waar wij al maandenlang mee bezig zijn. Het geheim is nu oud en niet open. Heel spannend voor ons. Laat weten wat je ervan vond. Vind, blijf het luisteren. En dan zien wij elkaar volgende week weer. Doeg!